als in Libanon nog fragieler wordt gemaakt bij het uitblijven van voldoende financiële politieke steun of omdat het gewoon een te zware last is geworden, dan is het einde zoek voor zowel Libanon als Europa. Terwijl de wereld het militaire offensief tegen IS steeds verder opvoert, staat de Nederlandse VN-diplomaat Sigrid Kaag, speciaal gezant in Libanon, voor een enorme opdracht. Om het wankele evenwicht in Libanon te bewaken, moet Kaag als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voortdurend de vinger aan de pols houden om te voorkomen dat de situatie in dit toch al fragiele land escaleert. Binnen de VN heeft Kaag een lange staat van dienst. Als topdiplomaat met veel ervaring in de Arabische wereld werd ze 2 jaar geleden gevraagd om de onderhandelingen te leiden over het verwijderen van chemische wapens uit Syrië. Als speciale gezant voor Libanon heeft zij nu de opdracht om contacten op te bouwen met alle verschillende partijen in de regio en hierover terug te rapporteren aan het hoofdkwartier in New York. In haar standplaats Libanon is de oorlog nooit ver weg. Nog geen 25 jaar geleden kwam hier een einde aan een bloedige burgeroorlog. Vervolgens werd het land geteisterd door gewapende conflicten met buurland Israël. Nu is de dreiging van een oorlog opnieuw dichtbij. De ogenschijnlijke rust in Libanon is betrekkelijk, want de grens met Syrië is maar 45 kilometer hier vandaan. En de gevolgen van de burgeroorlog die daar woedt zijn in Libanon elke dag voelbaar. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen kwamen al de grens over en de dreiging van aanslagen is elke dag aanwezig. We volgen Kaag op een werkbezoek aan een geïmproviseerd vluchtelingenkamp van een Syrische familie. Als hoofd van alle hulporganisaties van de Verenigde Naties wil ze met eigen ogen zien hoe de opvang in het kamp is geregeld. Nice to meet you. Welcome. Thank to you. Ahab. Thank you. You having questions? The first time. Yeah, that's fine. Tal. Ali Mansour. Yalla, تفضل. ما تخافوش عندي ولدين كمان. شو اسمك يا هلوى؟ لمنيا. رحتي المدرسة قبل؟ لسه؟ تحبي تعلمي؟ أكيد أكيد شعب سوري عظيم يعني شاطرين بالثقافة باللغة بالمعلومات الكل زرت سوريا عدد مرات كنت مقيمة في سوريا كمان في دمشق كتير حلوة كتير حلوة نعم 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 ما في شيء مثل بلده نعم مخافة من الإحياء من العقارب أكل ما في تغذية ما في يعني ما عم تكفينا بالشتاء ما في مازوت نتدفى بيشعلوا من ثياب أولادهم لحتى يدفوا أولادهم كمان صار ثمرة الأطفال من الريحة مازوت ما في تغذية كمان ما عم تكفي. Je moet je dus voorstellen dat er opeens, laten we zeggen, we zijn 17 miljoen in Nederland, dus 5,5 miljoen mensen of 4,5 miljoen mensen opeens de grens overkomen. Of tenminste, gestaag in een periode van 2-3 jaar zijn er 4,5 miljoen mensen bijgekomen. En is dit gebied daardoor ook zeg maar gevaarlijker geworden? Het is moeilijk in te schatten. Ik denk er zijn 2 dingen. Met de armoede maken we ons altijd meer zorgen en gebrek aan kans sowieso over radicalisering en radicaliserende elementen. Dat, de aantrekkingskracht van conflict op een hele negatieve wijze natuurlijk. Het tweede belangrijker is dat het groot aantal vluchtelingen, gezinnen, niets heeft, weinig om van te leven. En dan is het natuurlijk ook het risico dat je in het net valt van een extremere groepering, dat je makkelijker te recruteren bent. Er zijn groepen als IS, zijn die hier ook actief? Kijk, je kunt natuurlijk heel makkelijk aanhanger worden, maar een grote basis hebben of een basis hebben, die indruk op grond van de informatie die we hebben van Libanese veiligheidsdiensten, dat niet. Maar wat we over het hele land zien, zijn er dagelijks arrestaties, preventieve operaties door de veiligheidsdiensten, inclusief het leger.
Er zijn een aantal ongelukken met die zelfgemaakte explosieven die aan de rand van de weg zijn blijven liggen. Dat is in dit gebied ook zo. Dat komt voor? Dat komt voor, ja. Dat komt dagelijks voor. Ja. Sinds haar installatie in Beirut is het gezin van Kagar achterna gereisd vanuit hun vorige woonplaats Jeruzalem. Haar man was daar werkzaam als onderminister voor Yasser Arafat. Iedereen denkt altijd dat ik Arabisch heb geleerd van mijn man. Is niet zo. Ik heb Midden-Oostenstudie gedaan met Arabisch. Daarna ben ik naar Oxford gegaan. Heb ik internationale betrekkingen en Midden-Oostenstudie gedaan. Daarna heb ik vrijwilligerswerk gedaan op de westelijke Jordaanoever. Toen ben ik bij Shell gaan werken. Toen heb ik weer Arabische les gehad. Daarna heb ik het klasje gedaan, ben met buitenlandse zaken gaan werken. En toen ben ik mijn man tegengekomen. En uw man was? Mijn man is geboren in Jeruzalem, is Palestijn. Deze foto is genomen, denk ik, een maand of 6 weken geleden voor het overlijden van Arafat in Ramallah. En ik bleef maar tegen mijn man zeggen, iedereen die ooit maar in Palestijnse gebieden heeft gewerkt, heeft een foto met Arafat, behalve je eigen kinderen. En dit, wat is dit hier achter? Dit is een brief, dat schijnt zeldzamer te zijn dan ik me realiseerde toen ik hem ontving. Dat is een brief van president Obama om speciale dankzegging te doen voor de buitengewone verdiensten als speciaal coördinator voor de organisatie van het verbod op chemische wapens, Verenigde Naties gezamenlijke missie in Syrië. En dat ging dus over vrede, veiligheid en de regio. Maar dat die is erin. Van de president van de president himself. Zelf, ja. Dat is heel bijzonder. Ja, het is heel bijzonder. Een goede onderhandelaar moet sowieso weten waar hij het over heeft, hij of zij. Ik denk dat je enorm flexibel moet kunnen zijn. Je moet goed sociaal kunnen communiceren. Je moet vooral ook, denk ik, een soort intuïtie hebben waarbij je de signalen, de niet-verbale communicatie en signalen oppikt. Ik denk ook dat je een affiniteit met je dossier moet hebben en daarom ook met anderen. Affiniteit met het dossier. Dat wil niet zeggen dat je een affiniteit moet hebben voor iedereen die je ontmoet. Want nee. Vaak, je onderhandelt niet met je beste vrienden uiteindelijk vaak. Zeker niet op politieke kwesties. En dan moet je er gewoon een passie hebben, denk ik, voor je vak. Voor welk vak dan ook. Of het nou onderhandelen is, of arts zijn, of jurist. Ik denk dat een passie heel belangrijk is. En je moet heel veel tegenslagen kunnen incasseren. Tijdens het klasje bij Buitenlandse Zaken deden we een cursus onderhandelen op Klingendaal. Een heel goed advies was ook gewoon fit zijn, want onderhandelingen kunnen heel lang doorgaan. Dus zo'n marathonachtig, weet je wel, uithoudingsvermogen. Wat betekent het voor de mensen die hier wonen om zo dicht bij een crisis te zitten en daar nu ook de gevolgen van te ondervinden? Voor de Libanezen heeft het een stukje existentiële angst. Van wat blijft er dan nog van Libanon over? Wie is er dan nog Libanees in de toekomst? Met angst voor, uiteraard, voor de politieke identiteit, nationale gehalte, maar ook sociaal-economisch. En dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Dat de vluchtelingen wonen daar voor het merendeel waar de armere lagen van de Libanese bevolking zitten. Dus dat kan ook nog nieuwe spanningen oproepen. يعني خفنا على حالنا واذا جاني اولاد بعدين وين بدي اروح فيهم فاجينا لهم كيف الوضع هنيك هلا مش منيح يعني عم نشوف الاخبار ومش منيح ابدا What happens to a newborn here in Lebanon? What kind of status do these babies have at that moment? Are they Lebanese? Are they Syrian? No. What are they? Never Lebanese. Never. As Syrian. They are Syrian. Yes. But they don't have a passport. Never. Do they? Never. Never the Lebanese nationality. So they actually don't have a nationality at that point. No. Just registered in the UNHCR. If they will have ID or something, they must go to Syria to make the registration and come back to Lebanon.
Er zijn geloof ik al 50.000 baby's geboren in de afgelopen vier jaar. Dat wordt een hele groep in de bevolking die eigenlijk geen status heeft straks. Ja, nou, wat roept dat op voor een probleem? Dat is ook een probleem, daar hebben we het ook over met de regering. Per gezinslid boven de 15 jaar moet men om de 6 maanden... het verblijfsvergunning vernieuwen. Aan raison van $200 per persoon. Maar dat hebben die mensen niet. Dus die zijn dan daarna de facto ook nog weer illegaal. En in illegaliteit gebeuren natuurlijk altijd verkeerde dingen. En als deze families stay here for a longer period of time, what does that mean for the kids? It's dangerous somehow because he doesn't have an ID. If he wanna go like after in the future to go to school, university, whatever, he needs an ID. Even if in sickness case, like he wanna go to the hospital, he needs a paper. Yeah. And do people worry about that? They always worry about that. We zien steeds meer gevallen bijvoorbeeld van uithuwelijking van meisjes op veel te vroege leeftijd, worden van school afgehaald. Dus de kinderen, de nieuwgeboren kinderen die niet geregistreerd kunnen worden, is inderdaad weer zo'n voorbeeld van enorme zorg. Want we leven tegenwoordig in een wereld, er zijn ook verdragen voor, dat je dus het recht hebt op identiteitspapieren. Dus het is een vorm al, een begin naar stateloosheid. Heb je geen identiteitspapieren, kun je nooit een nationaliteit verkrijgen. Zie maar te bewijzen, als je ooit terugkomt beeld naar Syrië, dat je Syriër bent. Krijg je dan straks een hele groep een soort grijze burgers die hier wel wonen, maar eigenlijk niet bestaan? Ja, dat is natuurlijk een risico. Als het om vluchtelingen gaat, kent Libanon een lange geschiedenis. Al in 1949 kwamen de eerste Palestijnse vluchtelingen de grens over en vestigden zich in het toen nog tijdelijke vluchtelingenkamp Shatila. Nu, 65 jaar later, wonen velen van hen er nog steeds. Shatila vormt een groot litteken in de Libanese geschiedenis, omdat hier in de jaren 80 een bloedbad plaatsvond op duizenden Palestijnse vluchtelingen door de Libanese falangisten, die daarbij geholpen werden door het Israëlische leger. De komst van nog eens duizenden nieuwe Syrische vluchtelingen op een plek die toch al overvol is, leidt tot nog meer spanningen in het kamp tussen de verschillende facties. كيف بدي اعيش؟ هون اخذ هاي البلد لما بيستاجر شقه $200 منين بجيب ال $200؟ انا قاعد ببيتي، الشعب السوري منين بجيب الشقه $200 او $300؟ منين بجيب هاي؟ عمار هلا مسكو عم تبلش دب الطيران بتبعت مناشير اطلع من بيتك وين بدي اروح؟ ما بعلم الا ربي Libanon is een klein land, maar helaas zijn de dimensies van de crisis die Libanon moet kunnen managen op een gegeven moment zijn tamelijk regionaal en kunnen ze ook globaler worden als je alleen maar kijkt hoe Europa op de vluchtelingencrisis heeft gereageerd. Dus alles is wel met elkaar verbonden. En ik denk juist dat het belangrijk is dat we steeds meer naar dit soort landen op dit soort momenten kijken als een kwestie van een beetje eigen belang, maar vooral ook gedeelde veiligheid. Gedeelde kansen en een betere toekomst voor iedereen is dus ook beter, in dit geval voor Europa, ook voor Europa. Dus globaal is niet globaal. Weet je, lokaal is niet lokaal meer. Dat bestaat al helemaal niet meer. Where does Lebanon go from here? We know that you've successfully managed to navigate the tide. It is often touted or referenced as resilience. Despite the painful memories of past conflicts which have withered through Lebanon. Hence, the international community is here, but we don't want to do it for you. We need to do it with you, at your request, against the priorities you have set. We, the people of the United Nations, we, the system, and of course, all member states, we should do more. We are here precisely for that purpose. Kijk de lange aflevering op onze website.
Of bekijk deze twee andere video's van Tegenlicht Kort. Iedere week op de hoogte blijven van Tegenlicht Kort, abonneer je dan op ons kanaal.